Toms Autowasstraat. Hoi Karin, ben je karameltaart aan het bakken? Uh-huh. Dat wordt weer lekker, net als altijd. Daar is Peter. Hij komt vast wat benodigdheden bezorgen voor je, Karin. Uh-huh. Peter, wees voorzichtig. De vloer is nat. Oh nee, Peter. Je zit onder de plakkerige karamel. We kunnen beter direct naar Toms Autowasstraat gaan. Hoi Tom, Peter heeft een klein ongelukje gehad bij Karens bakkerij. Hij is uitgegleden over de natte vloer en viel in een pot karamel. Kan je helpen? Perfect, laten we gaan. Wat is de eerste stap, Tom? Oh, hoi kleine Tom. Ga je je vader helpen? Haha, je kan de karamel niet van Peter aflikken, kleine Tom. Jij gekkert. Wat nu, Tom? Zeep om de karamel zacht te maken. Karamel is zo plakkerig, of niet, Tom? Dit kan nog een lastige klus worden. Hoe ga je alles verwijderen? Dat lijkt wel suiker. Karamel is ook suiker. Oh, het is een speciale poeder die een deel van de karamel opzuigt. Dat is cool. Tijd voor de spoelbeurt. Wauw, dat zijn een hoop bubbels. Nu moet je een klein beetje soppen. Zo te zien is de karamel verdwenen. Wat nu, Tom? Kijk eens aan, Peter. Helemaal klaar. Vergeet niet om te stoppen bij de verrassingstent onderweg naar buiten. Een karamelsnoepje. Dat is grappig, Peter. Kijk eens aan, kleine Tom. Van deze karamel kan je genieten. Bedankt voor je hulp, Tom. Nu kan Peter weer spullen bezorgen. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Zo te zien is er brand geweest in Autostad.
En de brandweerauto lijkt op Frank. En hij is zijn brandslang aan het opwinden. Oh, jij bent het, Frank. Je bent bijna niet herkenbaar met al die roet. Wat? Moet je naar een feestje toe? Dan zou ik maar naar Toms autowasstraat gaan. Hey Tom, is de autowasstraat open vandaag? Fantastisch! Frank moet naar een feestje, maar hij is helemaal vies na het blussen van het vuur. Kan jij hem schoonmaken? Nou, geen tijd meer te verliezen. Klaar voor de waterstralen, Frank? Oh jee, volgens mij is er wat meer water nodig om al die roet te verwijderen. Goed idee, Tom. Zeep zou moeten werken. Je ziet er al een stuk schoner uit, Frank. Die roet is wel moeilijk te verwijderen. Geen zorgen. Tom zorgt dat je op tijd klaar bent voor het feestje. Klaar voor de sponsen, Frank? Het werkt! De sponsen vegen de laatste resten van het roet weg. Nog een paar stappen, Frank, en dan ben je helemaal schoon. Blijf hier, Frank. Tom doet de drogers aan. Heb je nog tijd voor een snelle poetsbeurt voor je naar het feestje gaat? Frank, je ziet er prachtig uit. Je glimt helemaal. Tom heeft nog iets anders voor je, Frank. Wauw, een vlinderdasje. Nu ben je helemaal klaar voor het feest. Veel plezier op het feestje, Frank. Hey Penny, ga je ook naar Mads verjaardagsfeestje? Leuk, laten we samen gaan. Fijne verjaardag, Mads. Wauw, die cake ziet er heerlijk uit, Charlie. Hij glijdt uit. Oh jee. Geen zorgen, Penny.
We lossen dit wel op. Charlie heeft gelijk. Toms autowasstraat maakt je weer schoon. En het is ook heel leuk. Kom mee. Volg Tom, Penny. Hij gaat voor je zorgen. Wat denk je, Tom? Ik vraag me af wat hij gaat doen. Wat denk je, Tom? Waar is dat knopje voor? Waar zou deze kamer voor zijn? Woehoe! Zeepbubbels! Krijg ze niet in je ogen, Penny. Ze kunnen een beetje prikken. Waar ben je, Penny? Oh jee. Volgens mij knietelt het. Wat nu, Tom? Aha, goed bedacht, Tom. Alleen een spons kan al die sprinkels verwijderen. Goed werk, Tom. Je bent bijna klaar, Penny. Alleen nog afspoelen en drogen. Wacht even, Penny. Nog niet weggaan. Je bent nog nat. We zijn bijna klaar. Je ziet er weer prachtig uit, Penny. Hoe voel je je? Goed idee. Ga maar weer terug naar het feestje. Raad eens wie er weer terug is. Ah, dat is lief van je, Charlie. Je hoeft nu niet meer naar de autowasstraat. Bedankt, Tom. Tot ziens allemaal. Wat is het warm vandaag. Niet gek dat Karin de snoepauto zo druk is. Je ziet er moe uit, Karin. Het is hard werken om al die auto's te bedienen. Ga je de ijsmachine sneller zetten? Oké. Maar wees voorzichtig. Misschien had Karin gelijk om alles te versnellen. De rij wordt langzaamaan korter. Oh-oh, volgens mij raakt de machine een beetje van slag.
Karin, zet hem uit. Kan je de snelheid niet veranderen? Oh nee, Karin zit onder het ijs. Volgens mij kan je beter even naar Toms autowasstraat gaan. Geen zorgen, Karin. Iedereen begrijpt het. Soms moet je jezelf even op nummer 1 zetten. Hoi daar, Tom. Je ziet er blij uit. Heb je een vrije dag? Oh, dat is jammer. Karin is nu naar je onderweg. Ze zit helemaal onder het ijs. Echt? Open je je autowasstraat speciaal voor haar? Dat is heel lief, Tom. Kijk, daar komt ze aan. Oh jee, er zit nu allemaal vuilnis vastgeplakt. Arme Karin. Karin is echt heel vies, Tom. Ga je beginnen? Goed idee. Verwijder eerst alle vuilnis. Daarna kan je haar helemaal schoonmaken. Ben je klaar voor de vuilnisverwijderaar, Karin? Ik ben blij dat dat weg is, of niet, Karin? Geen zorgen, het ergste is nu voorbij. Laten we nu water over je heen sproeien. Cool, het ijs maakt allemaal figuren op de grond. Je begint alweer een beetje op jezelf te lijken, Karin. Laten we kijken wat Tom nog meer voor je in petto heeft. Wat denk je dat het beste is om de rest van het ijs te verwijderen, Tom? Zee of een bubbelbad? Het wordt zee! Bijna klaar. Maak je klaar voor de zeep. Goed werk. Tijd om alles weg te poetsen. De sponsen bevinden zich hierboven. Tom, Karin is klaar voor de sponsen. Kan je ze aanzetten, alsjeblieft? Perfect. De ijsvlekken zijn verdwenen. Je cabine ziet er nog niet helemaal schoon uit. Geen paniek. Je zult versteld staan wat een goede spoelbeurt en drogen kan doen. Karin is nu helemaal schoon, Tom. Kan je haar spoelen en drogen voordat ze weggaat? Perfect! Karin, rijd maar dichter naar de drogers. Dan wordt je cabine helemaal droog. Dat lijkt er meer op. Laten we nu naar Tom gaan. Ziet er goed uit, of niet? En nu kan ze teruggaan en doen wat ze het liefste doet. Nog meer ijs maken voor iedereen. Niet? Waarom niet? Oh ja, de machine is kapot. Echt, Tom? Kan je hem maken? Karin, Tom moet zeker weten of de machine gemaakt is. Kan jij een testijsje voor Tom maken? Inderdaad, Karin. Hij werkt perfect. Wat een goed idee. Tom, Karin wil je dit ijsje geven als dank voor het helpen en schoonmaken. Fijne dag. En denk eraan dat je de volgende keer de machine niet weer te snel zet, Karin. Ha ha!